Zijn. En in die ontwikkeling heeft ook iedereen meegedaan, meegedacht. Kinderen hebben meegedacht van de insulineschool en JP Koenschool. Wat voor speelinstrumenten en speelplekken er moesten komen. Volgens mij hebben jullie zelfs ook over de kleuren van de krokodillen en zo meegedacht. Hartstikke goed jongens. Het ziet er prachtig uit. Ik denk dat hoe er hier is gewerkt een schoon voorbeeld is. Hoe je kunt samenwerken, stadsdeel faciliteert. Stadsdeel zorgt dat mensen bij elkaar zijn, maar zorgt ook ervoor dat goed geluisterd wordt naar de bewoners. En niet alleen maar aanhoren, maar wel goed luisteren en ook zorgen dat het in het ontwerp van zo'n plein ook tot uiting komt. Volgens mij is dat ook wel gebeurd. Er waren ook bewoners die zich ontzettend zorgen hebben gemaakt over behoud van de bomen. Nou, terecht denk ik. Moet je kijken, meters hoog. Ze zijn er nog. En daar ben ik ontzettend blij mee. Het is echt een prachtig stadsplein geworden. Het heeft een stedelijke allure. Het is wel een raar woord, maar ik vind het echt een hip plein, wat ook een buurtplein is. Ik denk, als ik zo om me heen kijk, ik vind het een prachtig plein geworden. Vindt u dat ook eigenlijk? Ja! Ja? Allemaal heel hartelijk dank jongens. Dit is een mooi resultaat. Snoep, al die onderdelen geeft eigenlijk aan al het kleine werk wat door iedereen is gebeurd. Steentje voor steentje, snoepje voor snoepje, zeg ik dan maar. Is dit een prachtige, mooie, zoete plein geworden. Ik zou zeggen, geniet ervan en geniet ook straks van het feest. Hartelijk dank, ik geef het over aan de kinderen. Wel tandjes poetsen, hè, daarna. Het is een hele mooie speeltuin geworden en wij gaan nu heel veel mensen interviewen en filmen. Zo is het eigenlijk een beetje. Helemaal goed. Hartelijk applaus voor het promoteam van Cybertoon. Nou, brand maar los. Ik doe dus openbare ruimte en dat betekent dus inrichting van zo'n plein, straten, speelplaatsen ook. Dat valt er allemaal daaronder. En daarnaast ben ik verantwoordelijk voor groen. Dus ook bomen en parken die we in ons stadsdeel hebben. En inderdaad natuur. Ik doe ook duurzaamheid. Dat is iets dat we bewust omgaan met onze omgeving en met ons milieu. En ook met een zorg is die luchtvervuiling. Hè. Heel veel auto's, auto-uitlaatgassen zijn eigenlijk niet goed voor onze gezondheid. Dus ik probeer daar iets aan te doen. En wat ik ook doe is inderdaad dierenwelzijn. Dat valt ook in mijn pakket. Wat vindt u van de speelplaats? Ik vind ze schitterende speelplaatsen. Weet je wat ik erg leuk vind? Zijn die houten speelelementen in de vorm van allerlei exotische dieren. Zoals een krokodil, een tijger. Volgens mij is het ontzettend leuk om daar te spelen. Is dat ook zo? Hoe vind je dat? Ja. Ja? Ja, alleen voor ons is het een beetje kinderachtig geworden.
Wat vind je er kinderachtig aan? Wij spelen niet meer zoveel met die dingen. Het is echt voor kleintjes? Ja. Je mist voor je, iets voor iets jullie van leeftijd? Zes jaar. Oké. Okay. Voetbal. Er is voetballen. Een basketbal? Ja. Sport. Van sport. Ja, maar jullie kunnen wel basketballen, zie ik. Ik ga eens kijken of we daar misschien iets aan kunnen doen. Maar volgens mij is er... Ja, dat is iets voor kleintjes, zeggen jullie. Hè? Nou, ik dacht dat ze aan alles hadden gedacht. Maar misschien hadden we dat beter moeten doen. Maar goed, volgende keer. Wat is je favoriete park? Mijn favoriete park? Ik ren heel graag... Ik doe aan hardlopen sinds kort. Dat doe ik op Flevopark. Dat vind ik een hele mooie park. Maar ik vond ook de Oosterpark een prachtige park waar iedereen bij elkaar komt. En het is heerlijk om daar op een bankje te zitten. Dus dat zijn mijn favoriete parken. Heeft u huisdieren? Ik heb jarenlang een kat gehad. En die is gestorven. Die heb ik 15 jaar gehad. En ik heb nu geen kat, maar ook geen hond. Ik heb zo heel weinig tijd. Dus ik kan daar niet thuis zijn, want als je dieren thuis hebt... Die willen ook aandacht, dus dan moet ik ook wat vaker thuis zijn. En het gaat in deze baan niet lukken. Misschien als ik het wat rustiger krijg, ben ik wel van plan om een leuke hond te nemen. Met zo'n hond kan ik dan ook naar buiten en lekker uitrennen in het park. Woont u al uw hele leven in Stad Deel Oost? Dat vind ik een hele leuke vraag. Ik was 12 toen ik naar Nederland kwam en ik kwam in de Indische buurt te wonen. Ik heb daar een paar jaar gewoond. En vervolgens verhuisd naar een andere plek in Oost. Tijdje in de pijp gewoond. En dan is sinds na 20 jaar weer woon ik in het oostelijke havengebied. Dat is net aan de rand van de Indische buurt richting de waterkant. Ik woon graag in Oost. U moet al 3:30 bij Linnaeusweg zijn. Wat gaat u daar doen? Ik ga daar ook een opening doen van een straat wat ingericht is. En daar hadden we echt een probleem hoe we dat konden inpassen met behoud van bomen. En de fietsenstallingen en de fietsennietjes die we ook kwijt wilden. Want het is ook erg belangrijk dat mensen een plekje hebben om hun fiets kwijt te kunnen. Want anders wordt het heel erg rommelig in die straat. En is dat gelukt? Ja, dat is echt gelukt. Dat was echt woekeren met de ruimte, hè, om het zo te zeggen. Echt inpassen. Wat wel, wat niet. Echt millimeter voor millimeter. En de medewerker die daarmee bezig was, die kwam iedere keer terug van hoe doen we dit? Hebben we alles goed besproken? En het is ons gelukt. Ook samen met bewoners. Want die konden ook aangeven van, nou doe het niet daar, maar doe het maar ergens anders. Want zo wordt het gebruikt. Want dat is het. Bewoners zien beter hoe dingen gebruikt worden. Dat kunnen wij vanuit de tekentafel niet zien. Waarom bent u wethouder van dierenwelzijn geworden? Want ik vind het belangrijk dat we dat wij ook nadenken over dierenwelzijn. En, want weet je wat een probleem is bijvoorbeeld? Er wordt heel veel brood op pleinen en op straten gegooid. En mensen denken dat vogels en anderen dat opeten. Maar er komen ratten op af. En vogels in de stad, die hebben helemaal niet zoveel voedsel nodig. Het is ook juist goed voor dieren om niet al te veel voedsel te krijgen. Want dan worden ze lui en dan krijgen ze allerlei ziektes. Dus mocht het bij jullie ook gebeuren, of wanneer je nadenkt over voeden van dieren, doe het alsjeblieft niet. Want er is genoeg eten die zij ook kunnen vinden. Dus doe het alsjeblieft niet. Hoe lang bent u al wethouder? Sinds een jaar. Een jaar? Ja. Oké. Okay. Vindt u werk ook nu al leuk? Ik vind het ontzettend leuk werk. En waarom dan? Omdat het zo verschillend is. Omdat je door samen te werken met de buurt, met scholen, met kinderen, maar met buurtbewoners, zulke leuke dingen voor de buurt kan doen. En ik ben trots dat ik het mag doen. Ik doe het dolgraag. Snap ik wel. Ja? Zou jij het ook willen? Ja. Vindt u het leuk om geïnterviewd te worden? Wel door jullie. Ja. Jullie zijn de leukste interviewgroep die ik heb gehad. Het is leuk om te horen. Nee, ik vind het echt heel erg leuk. Jullie hebben er goed over na. Kinderen stellen net weer hele andere vragen dan volwassenen. Het is veel concreter wat jullie vragen. En nou, dat is ook leuk om op die manier ook met goede voorbeelden uit te leggen wat mijn werk inhoudt. Dus hartelijk dank. Nou, ik vind het een top interview. Ik hoop dat dat jullie het ook een goed interview vonden. Wat vonden jullie ervan? Heel leuk. Heel leuk. Heel erg.
Heel erg leuk. En jij daarachter? Ja, ik vind het wel leuk. Dank u wel. Ik vond het erg leuk. Jongens, jullie hebben zo je best gedaan. Hartstikke goed. Top. Top. Volgens mij komt de toekomstige Nova-interviewers en zo. Begint het hier, hè? Amsterdam Oost. Amsterdam Oost. Yeah. Indische buurt. Don Bosco. Oftewel zombie buurt. Kroegenplein. Susie B. Welkom in mijn woonwijk. De plek waar ik geboren ben. De buurt is waar ik rap en zet. Voor iedereen stem ik van Oost. Van al mijn gozers en mijn mokers. En nodig is mijn hooligans. Daarom zijn we stem ik van Oost. Er is geen plek als gewoon geen plek.